Leuk dat je weer meedoet. Pilates vanuit huis. We gaan beginnen. Je komt staan met je voeten op heupbreedte. Je knieën zijn uit het slot. Je bekken iets voorover gekanteld. Spanning in de buikspieren. Richt je borst wat op. Hou je schouders ontspannen. Beetje ruimte bij de oksels. Maak jezelf die centimeter langer dan toen je begon. Dus je probeert jezelf telkens zo lang mogelijk te blijven maken. Je rolt je schouders om en om naar achter en dan andersom. Rol maar naar voren. En dan hou je stil, handen schouderhoogte, schoudercirkels. Je houdt je schouders weg bij je oren vandaan. Je maakt je cirkels krachtig. En de andere kant op. En je laat los. Oké, dan zak je naar links. Je handpalm glijdt langs de bovenbenen en je zakt naar rechts. Probeer jezelf lang te blijven maken. Ietsje verder, vingertopjes richting buiten van de knie, maar blijf jezelf opstrekken. Laatste keer. En stop maar. Handen in de zij, buik je knieën. We kantelen het bekken. Rollen en rollen onder. De zijkant. Trek je billen onder je. En breng ze naar achter. Staartbeen. Intrekken. En rustig weer naar achter. Moet geen zeer doen. Kleine beweging. Hou je knieën goed gebogen bij deze. En dan cirkelen we de heupen even los. Hol en hol. Blijf erbij. Maar nu ook de hele cirkel. Andere kant ook even op. Probeer het bovenlichaam stil te houden. Alleen je heupen draaien om. De voeten houden goed contact met de vloer. En je knieën licht gebogen. Je laat weer los. Breng het gewicht op je rechterbeen. Maak je linkerbeen korter. Je trekt nu je heup in die taille. Je knijpt. Probeer goed rechtop te blijven. Moeite met je balans. Neem een steuntje. Pak een stoel erbij. Nog twee. En één. En dan wissel je even het andere been. Blijf lengte maken. Borst vooruit. Ontspan je schouders. En trek maar op. Ga door. 4, 3, 2, 1. Oké, trek je knieën eventjes op. Om en om. Je knieën omhoog. Terwijl je probeert je rug recht te houden. En dan plaats je, terwijl we blijven doormarcheren, de handen achter het hoofd. Je gaat schuin mee. Indraaien. Je zet je voeten ietsje wijder neer. De tenen lichtjes naar buiten. Spanning in die buik. Linker elleboog. Rechter knie. Rechter elleboog. Linker knie. En rustig warmen we. De heupen op. De buikspieren op. Probeer niet te trekken aan je hoofd. Als je het lastig vindt, die handen naar achter. Hou je ze los. Een beetje naast je gezicht. Ga door. Laatste. 4, 3, 2, 1. Mooi zo. Strek je linkerbeen uit naar voren. Draai je voetje enkel even los. En ook de andere kant op. En dan ook het andere been. Even draaien. Cirkelen. En je laat los. Goed. Je komt weer staan. We rollen even af. De kin gaat als eerste naar de borst. En je probeert één voor één je ruggenwervels af te rollen naar beneden. En dan kom je ook weer één voor één omhoog gerold. En maak je weer lang. Opnieuw. Afrollen omlaag. Let op spanning in je buik. Oprollen omhoog. Hou je knieën niet op slot. Heel lichtjes gebogen. Microbuiging in je knie. Laatste keer afrollen.
laatste keer. Oprollen. Maak je weer. Nu hou je de handen in de zij. Met een lange rechte rug. Kom je naar voren toe. Good morning. En kom weer terug. Oké. Je navel is in. Je hebt nog steeds de lichte holling in je onderrug. Je knieën heel klein beetje gebogen. Je borst is vooruit. Je kin is in. En kom maar terug. Ietsje lastiger. Armen op. Rustig omlaag. En terug omhoog. We doen er nog drie. Hou vol. Laat de duimen omhoog wijzen. Handpalmen naar elkaar toe. Je hoeft niet laag. Je kunt ook wat hoger blijven. En rond maar af. Laat je armen rustig zakken. En draai je rug. Even lekker los. Netjes. Dan gaan we door. Gelijk voor balans. Weet je nu dat je wat last hebt met je balans? Dan neem je een steuntje. De muur naast je, je tafel. Oké. Goed, we beginnen met het linkerbeen. Beetje naar achteren toe. Je tilt je linkerbeen op. Handen zijn in je zij. Dan strek je je linkerbeen uit. Naar achter en die rechte rug van daarnet. Probeer je nu ook weer vast te houden. De handen losjes in de zij, borst vooruit. Kin goed in, kruin bij je vandaan. Kijk naar de vloer. En dan kom je terug omhoog en til je in één keer die linkerknie op omhoog. Deze herhalen we nog twee keer. Kom je niet zo ver. Dan blijf je hier, zolang je er maar voor zorgt dat je been, je rug, maar ook je nek een lange rechte lijn vormen. Ja, als je een balkje onder de rug legt, dan rolt die er niet vanaf. Kom maar terug. En probeer hem in één keer op te tillen. Stabiliseer. De laatste keer. Je strekt je been uit. Denk aan die onderrug. Denk aan die lengte die je blijft maken. Rek jezelf uit. Eén lange rechte lijn. En rustig kom je terug. Vergeet niet eerst die knie op. En dan laat je los. Mooi. En het mag een beetje zwaar zijn. In dat rechterbeen. We gaan hetzelfde doen, maar nu aan de andere kant. Dus je staat stevig. Handen in de zij, handen los maakt het makkelijker. Steuntje mag altijd. Maar je kunt dus ook wat minder ver kantelen. Strek je been uit. Maak je lang. Kijk naar de vloer. Ook nu weer. Je probeert je onderrug goed recht te houden. Focus op een vast punt onder je. Dan kom je terug en til je die knie. Opnieuw. Strek maar weg. Je been lang en krachtig, dus je knijpt je niebuikspieren. Kijk omlaag. Blijf jezelf uitrekken. Lengte maken. Rustig doorademen. Je komt weer terug. Til weer op. En de laatste keer. Hou vol. Ook al wordt het vermoeiend. In je voetspiertjes, je enkel, je kuit. Ga door. Kijk naar dat vaste punt. Focus. En dan kom je terug. Eerst optillen. Stabiliseer. En dan pas los. Mooi. Schud de benen maar even los. Ga je rug even lekker los. Netjes. Oké. Dan adem je diep in. Cirkel je armen op. En blaas even helemaal uit. Nog een keertje diep in. En helemaal uit. Oké. Top. Pak je mat erbij. Maar ga nog niet liggen. We blijven staan. Je rolt af.
Net wat we net deden. Rustig wervel voor wervel omlaag. Je loopt met je handen naar voren. Zonder te veel met je heupen te schommelen. Je komt in je plank. Handen onder je schouders. Duw je borst op. Hou je kin goed in. Kruis je bij je vandaan. Je navel in. Ietsje onder onderrug. En dan adem je rustig. In door je neus. Uit door je mond. In. En uit. Blijf jezelf wegduwen. Bij die mat vandaan. Hou je navel goed in. Ga. Hou vol. Je weet, als die plank te zwaar voor je wordt, kun je naar je onderarmen zakken. Kun je je knieën laten zakken op de vloer. Of je neemt even rust. Ga dan. Blijf die lengte maken in die rug en in die nek. En dan lopen we terug. Rustig. Probeer je billen stil te houden. En rol jezelf op tot stand. En dan draaien we de polsen even los. Dus het wordt het te zwaar, zak je op je onderarmen, geen enkel probleem. Dan gaan we er nog een keertje eentje doen. Maar nu gaan we de benen er zo meteen bij bewegen. Als je dat wilt. Waar het om gaat, is dat je probeert op die rug, je romp eigenlijk, zo stil mogelijk te houden. De handen zijn onder je schouders, spreid je vingers, kin goed in. Je kruis je bij je vandaan. Ietsje hollerig, navel goed in. En nu ga je om en om de vloer aantikken. Zachtjes. En je probeert nu in gedachten dat balletje op die onderrug te houden, zo min mogelijk schommelen. Dus die navel is in. Blijf jezelf wegduwen. En je matje vandaan. Hou. We doen er nog 5. 4. Hou vol. Blijf ademen. Nog 2. Zet je voeten terug. Loop jezelf op omhoog. En kom weer terug. En weer even los. Als het goed is, krijg je het er warm van. Maar die planken is heel je lichaam hard aan het werk. Dus dat maakt ze super intensief en zo goed voor al die spieren in die romp. Oké, we gaan er nog eentje doen. En dan gaan we proberen te springen met de benen. Nou, zul je misschien denken dat het daar heel zwaar van wordt. Maar het zal je meevallen. Vaak is het langzaam uitvoeren van een beweging, zonder te veel te schommelen met je romp, veel zwaarder dan dat je gebruik maakt van de snelheid. Hè? Dus je loopt eerst naar voren. Borst op, schouders laag. Kin goed in, ietsje holle onderrug, goed je navel in. Oké, mooi. Uit, in, uit, in. Ja. En je maakt je sprong en je probeert je rug zo stil mogelijk te houden. Ga uit, in, uit, in. Rustig doorademen. Hou vol. We doen er nog 5, 4. 3, 2, 1. Los, kom maar op je knieën. En zak maar. Goed. Je bent even in child's pose. Duw je oksels naar de vloer, voorhoofd op de mat. En rustig laat je los. Goed. Mooi. Oké, opgewarmd. Dan mag je even op de knieën blijven.
kaartje lang. Twee armen voor je. Adem in, open je borst even. En blaas maar uit. Inademen, let op je schouders. Je houdt ze weg bij je oren vandaan. Je probeert jezelf lang te maken. En weer uit. Rustig in. En uit. Dan hou je je romp recht. Je zakt wat naar achter. Je knijpt je bilspieren. En rustig kom je terug. Ja, opnieuw. Kom naar achteren. En rustig terug. Klein stukje is prima hoor. Dus je hoeft niet helemaal heel ver naar achter. Zorg dat je je bilspieren aanspant. Spanning in je buik houdt. Rustig naar achter. Terug naar voren. Doe er nog drie in. En uit. Twee. Probeer maar wat verder. Eentje. Oké. Alleen links. Links achter, kijk mee. Rustig terug. Nu alleen rechts. Rechts achter. En terug. Dus opnieuw. Kom je iets mee naar achter. Blijf knijpen je bilspieren. Is het vervelend in je knieën? Leg een kussentje onder je knieën neer. Of eventjes een extra rolletje handdoek. Kijk mee, volg je hand. En terug. We doen er nog vijf. En terug. Vier. Drie. Blijf knijpen die bilspieren. Hou spanning in je buik. Twee. Je schouders ontspannen. Eentje. En los. Mooi zo. Dan mag je komen zitten. Goed. Zet je handen op de vloer. Blijf maar even zo zitten. Rechterhand. De vloer. Je benen zijn naast je. Je rechtervoet tegen dat linkerbovenbeen aan. Goed opstrekken. Kin is in. En dan gaan we dit linkerbeen een stukje optillen van de mat. En op. Heb je wat moeite? Zak je wat verder opzij? Kom je op die elleboog, word je ietsje gemakkelijker van. Ga er. Goed die spanning in de buik. Je voelt de spieren in die taille aanspannen. Ga door. Kleine stukjes bovenin. Op, op. Korte, kleine stukjes. Hou vol. Het mag een beetje verzuren. Het mag een beetje zwaar worden. Ga rustig door. Vijf. 4, 3, 2, 1. En je laat los. Nu wissel je van kant. Je komt op je linkerbil zitten. Je linkervoet tegen het rechterbovenbeen. Zet je hand naast je neer. Je vingers wijzen schuin naar boven. Niet hangen in die schouder. Gewoon ontspannen zitten. Yes, dan gaan we deze optillen. Klein stukje. Probeer dat onderbeen horizontaal te houden. Nogmaals, is het te zwaar, zak je wat meer opzij. Kom je naar je elleboog. Ja, dus je knie, je voet, gelijke hoogte. En het mag een beetje branden. En het mag een beetje zwaar worden. Je voelt je taille, je voelt je heup, je bilspieren. Keurig. Ga maar door. We gaan naar de kleine stukjes. Hou vol. Kleine stukjes bovenin. Zonder te gooien. Zonder te laten vallen. Adem rustig door. Ga door. Op, 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 op. Vijf, vier, drie,
je op je rug liggen. Handen naast je. Maak een bruggetje. Zak rustig terug. Op en terug. Op. In je bruggetje. Altijd even rustig beginnen. Moet geen zeer doen in je rug. Duw je omhoog. Bovenin die brug is je lichaam één lange rechte lijn. Van je knie, je heup tot aan je kruisje. Je armen liggen ontspannen. Laatste 5, 4, 3, 2, 1. Dan even de knieën naar je toe. Gaan we door met deze bruggetjes. Maar nu zet je je voeten smal. En trek je die knieën, of knijp je die knieën, goed naar elkaar toe. Armen losjes naast je. Dus je houdt een beetje spanning en binnen in de dijbeen. Je komt omhoog en rustig terug. Als het goed is, heb je nog steeds je navel goed in. Probeer je één lange rechte lijn te maken. Van het bovenlichaam. Misschien kom je net wat minder ver dan daarnet. Niet forceren in die onderrug. Want hij is iets zwaarder voor je onderrug nu. En door de positie van die benen. Ga door. Knijp. En knijp. Laatste 5, 4, 3, 2, 1. Even los. Je knieën naar je toe. En dan gaan we er nog eentje doen. Opnieuw blijven de voeten smal. Maar nu plaats je de voetzolen tegen elkaar aan. Laat je de knieën opzij vallen. Nu duw je heup omhoog en rustig terug. En nu zul je merken dat je weer ietsje makkelijker wat hoger komt. En terug. Niet forceren. Niet laten vallen. Niet omhoog gooien. Rust in je beweging. En terug. Op. En terug. Knijp goed die bilspieren aan. Je houdt spanning in je buik. Je ademt rustig door. Ga. We doen 5, 4, 3, 2, 1. En dan even lekker los. De knieën weer naar je toe. En dan gaan we door voor de buikspieren. Je houdt je benen in een tafeltje. In een rechte hoek. Knieën zijn een beetje los van elkaar. De knieën boven je heupen. Plaats je handen op die bovenbenen. En dan strek je je armen. Ja, dan staan die knieën recht boven die heupen. Je navel goed in, zodat je je onderrug een beetje bij die mat kan houden. Je hoeft hem niet plat in de mat te duwen. Het blijft een hele lichte rolling, maar die laat je niet groter worden. Oké, twee armen op omhoog. Schouders blijven ontspannen op de vloer, de handpalmen wijzen naar elkaar toe. Navel goed in. Je kin is goed in, kruintje bij je vandaan. Oké, adem diep in. Dan blaas je uit, je strekt je linkerarm, je rechterbeen weg. En kom terug omhoog. Blijf deze herhalen. Linkerarm, rechterbeen. En terug. Daar. En terug. Zoals je ziet, blijft mijn linkerknie en mijn rechterhand op hun plek. Lengte en terug. Hou vol. 5, 4. Hoe is het met de spanning in je buik? En lukt het om die onderrug niet te hol te laten trekken? En de laatste. En even los. Oké. We gaan hetzelfde doen. Aan de andere kant. Dus eerst een mooi tafeltje van die benen. Handen op die bovenbenen. Strek je armen.
Daar probeer je dat tafeltje te houden. Heb je moeite, trek je de knieën ietsje dichter naar je toe. Goed spanning in die buik. Lichte rol onderrug. Handpalmen naar elkaar toe. Ontspan je schouders. De rechterarm en het linkerbeen. Strekken. En terug. En ze hoeven niet heel laag. Niet helemaal de vloer aantikken. Schuin. Bij je vandaan. Blaas uit. Adem. En terug. Zorg dat je goed blijft doorademen. Hou je navel in. Probeer linkerarm, rechterknie helemaal stil te houden. Nog twee. En dan nog eentje. En even los. Goed zo. Even cirkelen. We blijven bij deze. Deadbug serie. Als je zover bent, twee benen in dat tafeltje. Duw de knieën weer weg. Armen op, schouders laag. Heb je last van je schouders? Wordt het vervelend? Dan buig je je elleboog. Ja? Dus ook dan kun je prima wegstrekken of je houdt je knieën een beetje gebogen. We gaan hetzelfde doen, maar nu om en om. Dus eerst je linkerarm, rechterbeen. Kom maar terug. En je wisselt en je komt weer terug. Ga weer. En terug. Blaas uit. Adem in. Uit. En in. Hou vol. Je houdt spanning in je buik. Je blijft goed doorademen. Navel in, de rug bij de mat, en terug, uit en in. Dus wordt het te zwaar, buig je gewoon die elleboog, ga door. Is die buik nog plat en hard? Ja, blijf er arm en knie recht boven je, terwijl je gekruist wegstrekt. Dat is het lastige, maar oefening baart kunst hier. Coördinatie, samenwerking tussen je linker en je rechter hersenhelft. Hou vol, hij mag zwaar worden. Nog 4, 3, 2, eentje. En even linker los. Goed zo. Even schommelen. Even cirkelen. Mooi. Dan blijf je op de rug. Twee benen in dat tafeltje. Handen achter je hoofd. Hoofd op. Schouderbladen los. Je kin is in. Niet trekken aan je nek nu. Oké. Goed. Je tikt met je grote teen om beurten de vloer aan. Ga erop. Telkens kom je terug in dat tafeltje. En tik niet trekken aan je hoofd. De bovenrand van je schouders is los. Je hebt goed spanning in je buik. Hou vol. Laatste 5, 4, 3. 2, 1, even los. Mooi. Hou jezelf op of draai jezelf om. Je komt in buiklicht. Matje. Oké. Handen naast je gezicht. Gaan we zo meteen. Opstrekken omhoog. Dan maak je je armen lang. Je trekt je ellebogen naar je ribben. En je zakt terug omlaag. Op. Lengte. Terug. Laag. Navel goed in.
Kin is in. Ruim je been vandaan. Terug. En half op. Maak lang. Trek in. En zo. Knieën.
knieën zijn onder je heupen. Even nadenken. Je komt op je rechter elleboog. Je zet je linkerhand naast de mat, zodat je stevig staat. Je zorgt dat die rechterknie recht onder je rechterheup blijft. En dan gaan we dat linkerbeen optillen. Zijwaarts. Als een hondje. Ga 4, 3, 2, 1. Denk aan de kleine stukjes boven. Blijf jezelf lang maken. Probeer niet te gaan overhellen naar rechts. 5, 4, 3, 2, 1. Even los. Goed. We doen hetzelfde aan de andere kant. Ja, dus je komt hier op je elleboog. Rechterhand opzij, gebogen elleboog. Hier ga je kracht zetten. Linkerbeen, linkerknie onder je heup. Niet gaan hangen, overhellen naar links, lange rechte rug. Alleen maar zijwaarts liften. En, en. En dan probeer je niet meer op de vloer te komen met je knie. En, en. Ga door. En die romp stil. Rustig doorademen. Duw hem op. Knijp. Knijp. Hou vol. We gaan naar de kleine stukjes. Kleine stukjes in de lucht. Op een hoogte die voor jou wel te doen is. Maar het mag zwaar worden. Ga door. 5, 4, 3, 2, 1. En even los. Goed zo. Kom maar zitten. Op je rechterbil. Mooi. We stretchen eventjes. Je rechterarm komt op omhoog. Linkerarm ligt losjes op je schoot. En wissel dan eventjes. Trek je uit. En nog een keertje. Rechterarm op. Maak je lang. Terug. De laatste keer. Deze kant. En wissel. En dan wissel je van kant. Zwiep die weg. Heel rustig de andere kant. Nu zit je op je linkerbil. Rechterarm losjes op je schoot. Linkerarm de lucht in. Rek je uit. Voel die stretch. Zet je linkerhand op de grond. En rek je uit nog even. Opnieuw. Onderdoor. Langs. Je wisselt. Laatste. En je wisselt. Kom je zitten met lange benen. Je plaatst je rechtervoet over je linkerbeen. Je strekt goed op. Je pakt met je linkerarm je rechterknie vast. Je zet je rechterhand op de vloer. Je kijkt recht achter je. Maar zorg dat je goed opgestrekt bent. En je laat los. Dan wissel je van kant. Linkervoet over het rechterbeen. Maak je lang. Rechterarm om die linkerknie. Zet je hand op de grond. Denk aan die lengte in je hand. Draai in. Kijk links achter je. Deze arm is ontspannen. Wil je wat meer? Trek je
de knie iets dichter naar de borst toe. En voel je die stretch. Netjes. Oké. Dan kom je rustig op je rug liggen. Laatste stukje. Rekken en strekken. Maak jezelf maar even helemaal lang. Even de ene kant goed lang. Arm en been weg bij je romp vandaan. De andere kant maak je wat korter. Je trekt dus die heup weer op omhoog. Richting die taille. En dan wissel je. Dus één kant lang. De andere kant wordt kort. En je wisselt. En je wisselt. En dan laat je rustig los. Zet je voeten op de grond. Leg je armen naast je neer. Handpalmen omhoog. Allebei de knieën zakken dan naar rechts toe. Je linkerschouder is op de vloer. Kijk naar links. Voel de rek in je rug. Je probeert die knieën zoveel mogelijk op elkaar te houden. En dan kom je terug. Laat je knieën de andere kant op zakken. Kijk opzij. Hou vol. Kom weer terug op omhoog. Maak je rechterbeen lang, lig hem plat op de vloer. Trek je linkerknie even naar je linkerschouder toe. En maak je rechterbeen extra lang, zodat je de rek voelt. Achterlangs links en voorlangs je rechterbeen. Even vast. Dan laat je los, je zet je voet op de vloer. Je legt even de rechter enkel op de linkerknie. Wanneer je erbij komt, pak je de knie om te beet. Je laat je rechterknie lekker naar buiten toe zakken. Wil je wat meer, flex je de rechtervoet. Dan hou maar even vast. Voel die rek, je wiel. Hard gewerkt, goed om je heup. Zonder dat het pijn doet in je onderrug. Dan is het te pittig. Dan voelt het onprettig of kun je er niet bij. Laat je je voet lekker staan. En laat je die knie naar buiten zakken. Dan zet je linkervoet terug op de grond, strek je rechterbeen even uit, flex je voet. Probeer hem te strekken zoveel mogelijk. Nu mag je overstrekken, geen gewicht op dit been. Hou lengte vast, cirkel je voet, je enkel even lekker los. En dan gaan we wisselen. Nu trek je deze knie naar je rechterschouder. Linkerbeen is lang, hou de knie goed bij je. En maak dat linkerbeen extra lang. Duw hem weg. Rek achterlangs links, of achterlangs rechts en voorlangs links. En dan laat je los. Je zet nu deze voet op de grond. Je legt je linker enkel op je rechterknie. Je laat deze linkerknie naar buiten toe zakken. Zodat je die rek voelt aan die buitenkant van je bil. Binnenkant van het dijbeen een beetje pakken mag. Yes, maar hou je schouders dan ontspannen. Wil je nog wat meer, flex de linkervoet op de rechterknie. Hou vast. En je laat weer los, zet je voet op de grond. Nu maak je je linkerbeen goed lang. Je duwt je hak weg. Trek je tenen naar je toe. Moet geen zeer doen. Trek niet te hard aan je been. Flex doet het werk. Je houdt gewoon even dit rekkende gevoel vast. En dan draai je je voet, je enkel even los. En je laat weer los. Oké, mooi. Dan trek je nog de beide knieën even naar je toe. Een beetje schommelen en cirkelen. En dan mag je jezelf oprollen omhoog. Goed. Draai de schouders nog even lekker los naar achteren toe. En dan zit het erop voor vandaag. Echt super dat jullie weer meegedaan hebben. En dan zie ik jullie volgende keer.
volgende keer hopelijk weer. Laat even weten wat je ervan vond. Doei, tot kijk!